met ruim 52% van de stemmen heeft gewonnen. Dominique Schreyer. Hamid Karakoç verloor 4 jaar geleden nipt de race om het lijsttrekkerschap van de PvdA. Maar dit jaar doet hij dus opnieuw mee. Juist in de moeilijke tijden vind ik dat je niet weg moet lopen, maar je verantwoordelijkheid moet nemen. En dat doe ik. Karakoç is bezig aan zijn tweede termijn als wethouder in Rotterdam. Naast aandacht voor onderwijs en werkgelegenheid wil hij zich inzetten voor de eenheid in de stad. Als je kijkt van dat in die wijken dat zowel de allochtonen als de autochtonen zich niet meer thuis voelen, ja, dat geeft wel spanning. En dat is niet goed. Karakoç is de vierde die zich kandidaat stelt. Andere PvdA'ers die graag lijsttrekker willen worden zijn Leo Bruin, raadslid voor de PvdA, Carlos Gonsalves, deelraadsvoorzitter in Delfshaven en Remco van Vliet, oud-deelraadslid in de deelgemeente Feyenoord. Laat ik zeggen, een droomkandidaat zit er niet bij. Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam en PvdA'er, is somber. Hij denkt dat de kans klein is dat de PvdA volgend jaar opnieuw de grootste wordt. Ook omdat Leefbaar Rotterdam met Joost Eertmans een goede lijsttrekker heeft. 14 zetels heeft de PvdA nu in Rotterdam. Ik geloof dat ze spekkoper zouden zijn als het rond de 10 zou eindigen. De Partij van de Arbeid in Rotterdam heeft een lastige tijd. Zo waren er problemen in de deelgemeente Rotterdam-Noord met declaraties. En in Feyenoord was sprake van vriendjespolitiek. En Karakoç kwam bovendien onder vuur te liggen bij de debatten over de moskee-internaten. Maar gelukkig is er enorm veel steun voor mijn actie. En dat heb ik nu achter me gelaten. Veel belangrijker nog dan de problemen in Rotterdam is het landelijke beeld van de Partij van de Arbeid. Want in de peilingen staat de partij op een historisch dieptepunt. En dat is van grote invloed bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Je kunt nog zo je best doen. Ik heb zelf ook nogal wat verkiezingsuitslagen meegemaakt waarbij je dacht, nou, we zijn goed op dreef. Maar dan kreeg je de tik van de landelijke krachtsverhouding waarin de Partij van de Arbeid dan bijvoorbeeld verloor. Nog een klein half jaar heeft de PvdA om de Rotterdammers te overtuigen. Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.